Amsterdam, maar ook in, weet je, New York, maar ook in Engeland, Denemarken, later toen kwam met Fat Beats, weet je, in de 90er jaren. Dus dat heeft heel veel inspiratie, maar ook zoiets voor, weet je, Café de Duivel, inspiratie, maar ook vroege vibes. Van niets iets maken, dat heeft altijd dus een soort drijfveer van ons geweest, weet je, met hip-hop als achtergrond.